We zien een enorm toename in het datagebruik, gekoppeld vooral aan geconnecteerde apps, het streamen van muziek, het streamen van video, maar ook connectie hebben tot real-time data en actieve informatie. Maar we zien ook dat daar ook wel een enorme vraag is naar veilig die data over te gaan brengen, met daarnaast natuurlijk een grote toegang en snelheid op het gebied van capaciteit. Hoe meer digitale toepassingen we gaan gebruiken en hoe meer het bedrijfsleven digitaliseert, hoe meer er ook wordt gevraagd van de datacenters. Die zorgen er immers voor dat websites, apps en toepassingen te allen tijden beschikbaar blijven. De impact op de bestaande infrastructuur is dat er steeds meer gevraagd wordt aan rekencapaciteit in de bestaande datacenters. Dus we zien een toename, high density wordt het ook wel eens genoemd, in verbruik en rekenkracht in de bestaande omgevingen. We zien dat daardoor ook bijvoorbeeld met high performance computing er ook veel meer gevraagd wordt in energieconsumptie, maar daardoor ook in koeling, precisiekoeling. En dat is allemaal in de bestaande infrastructuur. Daarnaast, omdat er steeds meer online demand is, zien we ook dat de totale infrastructuur anders wordt met tussenpunten, hubs. En die ook weer eigenlijk als een soort micro data center hun support moeten leveren in het hele dataverkeer en dataopslag. Door die evoluties komt het er vandaag op aan om een datacenter zo efficiënt mogelijk te beheren. Schneider Electric heeft daarvoor een beheersplatform ontwikkeld dat via een app wordt aangestuurd. De app geeft u de mogelijkheid om een monitoring te doen van uw volledige datacenter en daar efficiënt op te gaan fungeren en volgende stappen te gaan zetten. Het is vooral de bedoeling om daarmee de beschikbaarheid van uw datacenter naar omhoog te gaan brengen en dit zowel op koeling, cybersecurity als energieefficiëntie.